Goedemiddag, leuk dat jullie hier zijn. Ik ben Frank Dof, werkzaam bij ITO Daderop en Klimaatgerond. Eigenlijk zou Wim van den Boogert, mijn CEO, hier vanmiddag staan, maar die is verhinderd, dus ik mag het van hem overnemen. Dat wist ik pas gisteren, dus ik heb wat spiekbriefjes meegenomen. ITO Daderop staat hier op Building Holland met het thema samen meters maken, omdat het kan en omdat het moet. En daar wil ik vanmiddag met jullie wat verder op ingaan. Waarom kan het en hoe doen we dat dan? Qua techniek, maar ook qua financiering en uiteraard ook wat vindt de bewoner daar dan van? Nou, omdat het moet, dat wil ik heel kort houden. Want ik denk dat bijna iedereen hier in de zaal zit er wel van overtuigd is dat we naar gewoon een energie-neutrale gebouwde omgeving moeten. Wat mij betreft zelfs naar een energieleverende gebouwde omgeving. Zijn er mensen in de zaal die het daar niet mee eens zijn? Want dan, dat is heel goed, want ik heb hier maar één slide voor. Dus dan pakken we hem gauw verder. Nou, omdat het kan, ik waag de verdieping maken even op drie onderwerpen. De techniek wil ik toch een klein beetje aandacht aan besteden. Hoe doen we dat dan? De euro's, altijd heel belangrijk, hè? Het zijn meer kosten. Hoe financieren we dat dan? En wat vindt die bewoner daar nou van? En waarbij wij die bewoner eigenlijk altijd voorop willen zetten. Want het mooie is, als je het goed doet, zijn energiebesparende maatregelen die verhogen daarnaast ook het comfort van die bewoner. Dus eigenlijk zeggen we met de energierekening, als je die aan de bouwer geeft of aan ons geeft, dan zorgen wij dat die bewoner een veel mooiere en veel comfortabelere woning krijgt, daarvoor terugkrijgt. En het is helemaal mooi. Wij zijn natuurlijk bij heel veel projecten betrokken. Tegenwoordig hebben we al Facebookgroepen van kopersgroepen en dergelijke. Afgelopen zomer was het buiten 35 graden. En in de woningen, omdat we van vloerkoeling gebruik maken, was het in heel veel woningen gewoon nog 20, 21, 22 graden. En wat we dan zien, is dat bewoners gewoon de thermostaat op Facebook gaan posten van kijk eens hoe koel ik het in mijn woning heb. Nou, daar worden we natuurlijk hartstikke blij van als we dat echt voor die bewoner weten te realiseren. Dus het gaat niet eens altijd over die energierekening, maar het gaat ook voor een heel groot gedeelte over comfort en over gezonde woningen. Nou, een stukje techniek. Is EPC een goede maatstaf? Die vraag die stel ik aan heel veel bouwers, ook adviseurs en architecten. Vanuit onze ontwerpvisie gaan we eigenlijk altijd uit van die bewoner. Als je echt op comfort een woning gaat ontwerpen, zodat je daar echt heerlijk, fijn en gezond in kunt wonen, dan zeg ik altijd tegen een bouwer, joh, die tijdens de bouwaanvraag, vlak daarvoor, fiets je me in een EPC en die haal je op je sloffen. Want heel veel maatregelen, comfortverhogende maatregelen, die zijn ook energiebesparend. Dus dan wordt die EPC sowieso wel gehaald. Even als voorbeeld gewoon een woning zonder zonnepanelen. Als je die echt heel comfortabel maakt, kom je ongeveer op een EPC van 0,3 uit. Dus nou ja, dat is boven de norm. Nog een paar PV-panelen erbij en het is EPC 0. Dus het is gewoon te doen. En daarnaast, een lage EPC wil niet altijd zeggen dat het een hele goede woning is. We kennen allemaal de trucjes in de EPC, tijdgestuurde ventilatie, stadsverwarming met een heel hoog rendement. Daar heeft de bewoner allemaal niks aan. Het helpt niet, in de energiebesparing, het helpt niet qua comfort. Dus gewoon wat mij betreft niet doen. Nou, waar baseren wij onze ontwerpprincipes op? Wij garanderen in heel veel woningen de energieprestatie gedurende 10 of 25 jaar. En sinds 2008 monitoren wij standaard onze warmtepomp. Wij maken gebruik van een warmtepomp met een bodembron met gewoon schoon drinkwater erin. We willen liefst niet dat dat bevriest, want dan moeten we dat repareren en dat kost geld. Dus we hebben in 2008 gezegd, joh, we gaan dat monitoren. En als we dat toch monitoren, dan doen we dat op energieverbruik, maar ook op allerlei andere parameters. Zoals ingestelde setpoint van de thermostaat, dus gewoon echt de temperatuursinstelling van de thermostaat. Maar ook de gemeten temperatuur. Wat is nou daadwerkelijk in die woning? En hoeveel tapwater wordt er nou verbruikt in zo'n woning? Nou, dat doen we sinds 2008. De database bevat momenteel 6500 woningen. Ondertussen alweer 7000, dus dit zijn wat oudere getallen. En het mooie is doordat we eigenlijk altijd van tevoren betrokken zijn bij projecten, want wij ontwerpen onze bronsystemen zelf, hebben we van al die projecten ook de EPC-berekeningen. En in die EPC-berekening staat weer de isolatiewaardes, U-waarde van het raam, ventilatiesysteem, is er een douche-WTW toegepast, ja of nee. Dus als we die bovenop de cijfers van de monitoring leggen, van wat is nou het energieverbruik van zijn woning, weten we exact welke maatregelen wel
echt werken in de praktijk en welke maatregelen niet werken. Dat is eigenlijk de belangrijkste gegevens voor ons om een woning echt goed te ontwerpen. Nou, daarnaast monitoring handig voor het monitoren van storingen. Hè. Als je een goede woning hebt, goed geïsoleerd en je warmtepomp valt uit, je hebt vaak een tapwater valt met warm water, dan merk je pas veel later dat die warmtepomp in storing staat. Dus het is natuurlijk hartstikke mooi als je nu bijvoorbeeld een telefoontje van je installateur krijgt van joh, mevrouw, u bent op Building Holland, maar uw warmtepomp is in storing, wanneer kunnen we een afspraak maken? Dat is dan natuurlijk niet mooi als die warmtepomp in storing staat, maar als het goed geholpen wordt, is het wel prettig. Nou, zo ziet bijvoorbeeld zo'n diagram eruit. Dus achter mij zien jullie een project. Elk staafje is een bouwnummer. Een jaar lang gemonitord. Het groene is energieverbruik verwarmen. Rood tapwater en blauw is koeling. Nou, je ziet dat allemaal redelijk gelijk liggen. En als je heel veel van deze cijfers hebt, kun je er hele leuke conclusies aan verbinden. Bijvoorbeeld wat je hier achter me ziet, woning nummer 3. Die verbruikt heel veel warm water. Het rode balkje is wat groter dan woning 5 bijvoorbeeld. Wat we dus zien, als in een woning heel veel mensen wonen, wordt er meer warm water verbruikt, maar de interne warmtelast is ook veel hoger. In plaats van 2 pizza's gaan er 5 pizza's in de oven. Dus die warmtepomp hoeft minder te verwarmen. Dus dat maakt in principe niet veel uit of er nou 2 of 5 mensen in zo'n woning wonen. Voor het totale energieverbruik blijft redelijk gelijk. Daarnaast de blauwe staafjes is koeling. Dit is wel een oud project met wisselstroompompen. Tegenwoordig doen we dat wat zuiniger. Maar het laat wel goed zien dat woningen eigenlijk ook een koude vraag hebben in plaats van een warmtevraag. We koelen veel meer uren dan dat we uren verwarmen. Nou, we monitoren rendementen, setpoints van de thermostaat. Ook de echte temperatuur, dus in dit project kunnen we de oververhitting ook monitoren. Nou ja, een woning heeft hier te maken met oververhitting, wel 6 uur per jaar. Dus nou ja, dat is best wel acceptabel. En daaruit kunnen we eigenlijk ook heel goed het energieverlies van zo'n woning bepalen. We komen eigenlijk tot de conclusie dat dat opgedeeld is als u hier op het scherm ziet. 1/3 gaat via de schil, via de ramen en het dak en dergelijke. 1/3 via de ventilatielucht en 1/3 voor tapwater. Ik zal hem even doorklikken. Waarbij glas, het dak en de gevel bijvoorbeeld, is 8% voor de muur, 6% voor het dak. Maar het aandeel van het glas is veel hoger. Dat komt natuurlijk omdat het veel minder isoleert. Dus onze aanbeveling is ook, geef gewoon vooral aandacht aan het glas in een woning. Breng dat naar triple glas bijvoorbeeld. Dat heeft veel meer effect dan de isolatiewaarde van het dak ophogen. Ja, daarnaast ventilatie kunnen we natuurlijk elimineren door het toepassen van balansventilatie. Dat we de warmte terugwinnen uit de ventilatielucht. En het warme water. Door bijvoorbeeld een douche-WTW toe te passen, maar ook de leidinglengtes naar de keuken heel kort te houden. Want keukentoppingen zijn vaak korte toppingen. Dus er blijft warm water in de leiding staan en dat is ook alweer allemaal energieverlies. Nou, dus de ideale woning, waar wij heel graag een energieprestatiegarantie op afgeven, die heeft de RC-waardes uit bouwbesluit. Hoeft niet hoger wat mij betreft. Je heeft triple glas. Koude bruggen en dergelijke zijn gewoon goed gefixt. Een QV10-waarde van 0,4 ongeveer. Balansventilatie en een douche-WTW. En daarnaast zetten we onze warmtepomp erin. Een aantal PV-panelen als sluitpost, vind ik altijd belangrijk om te vermelden. Om EPC 0 of 0 op de meter te halen. En dat kan eigenlijk in elke standaard woning. Nou, hierachter een plaatje van de techniek, hoe dat er dan uitziet met de warmtepomp, een WTW. Een douche-WTW, vloerverwarming en uiteraard een goede schil en een aantal PV-panelen op het dak. Nou, kosten is altijd wel belangrijk. Hè? Wat kost dat dan? Dat is dan de vraag die ik altijd krijg. Nou, ik merk zelf uit ervaring dat het ongeveer 15.000 euro kost bij een standaard gezinswoning. En nou worden woningen momenteel klein gebouwd. Hè? Het stond vorige week nog een stuk over in de krant. Ik ga eruit van een gemiddeld oppervlakte van zo'n 100 vierkante meter, dan kom je ongeveer op die 15.000 euro. En tegenwoordig zit er ook nog een forse subsidie op van de ISDA en BTW zonnepanelen kunnen we nog terugvragen. Dus dat is er nog niet in meegenomen.
Ja, hoe kunnen we die 15.000 euro financieren? Want het zijn het gewoon meer kosten. Die heb ik niet in mijn binnenzak zitten. Dus hoe doen we dat? Nou, voor de woningverhuurders, zowel de commerciële verhuurders als de woningcorporaties, is de energieprestatievergoeding ligt nu voor in de Eerste Kamer. We verwachten dat die binnenkort er doorheen gaat. Twee belangrijke eisen. De warmtevraag moet onder de 30 kilowattuur per vierkante meter blijven. En die prestaties moeten gegarandeerd worden. Nou, in de configuratie die ik net met jullie heb gedeeld, blijft die warmtevraag altijd onder die 30 kilowattuur de vierkante meter. Ik heb heel veel projecten doorgerekend, zit gemiddeld op 22, 23 kilowattuur de vierkante meter. Dus daarmee zit je altijd in de hoogste staffel van de energieprestatievergoeding. Nou, dat levert voor, als je dat commercieel aanpakt, kun je daar echt een heel goed intern rendement mee draaien. Dan merk ik zelf bij woningcorporaties van, joh, die 1,40 euro is eigenlijk bedoeld voor de renovatiemarkt. Dus we vergelijken dat met label B woningen. Dus 1,40 euro is eigenlijk te veel voor een nieuwbouwwoning. Ik heb van de week met de woningcorporatie een project doorgerekend. Die zeggen, joh, 10% is veel te veel, maken veel te veel winst. We willen naar 3% toe, we lenen voor 1,5%, dus 3% is ook oké. In dat project gingen we naar een EPV van 75 cent per vierkante meter. Dus voor die woningeigenaar, of nou woninghuurder moet ik zeggen, betekent dat een vaste last van 75 euro in de maand voor energie, warmte, koeling, warm water. Dus daar zegt elke huurder gewoon ja tegen. Nou, dat kan ook in gestapelde bouw. 4-5 woonlagen is het haalbaar. Het is wel lastig, omdat we veel kleine dakoppervlakken hebben. Maar het kan. We doen het in Bergen op Zoom. Zijn we met appartementen die worden nu gebouwd. Meer kosten zo'n 10.000 euro per appartement. Dus best wel te overzien. Maar de EPV is ook lager. Hè. We hebben kleine vloeroppervlak. Maar we laten zien dat gestapelde bouw is het ook gewoon goed mogelijk. Nou, bij de koopwoningen, daar is het eigenlijk nog veel mooier. Want voor als de 0 op de meter woning verkocht wordt, dan kun je 27.000 euro extra lenen bij de bank. De voorwaarde is eigenlijk EPC 0, je gebouwgebonden energieverbruik voor verwarmen, ventileren, tapwater moet op 0 staan. En daarbovenop moet je voor huishoudelijk verbruik moet je nog een bepaalde post opwekken. En dat is 2700 kilowattuur in een rijwoning. En bij een tweekapper is die wat hoger. Appartement is die wat lager. En die moet 10 jaar gegarandeerd worden. Ja, wij garanderen zelf veel woningen voor 25 jaar. Dus we voldoen aan die voorwaarden. Maar die meerkosten zijn maar 15.000 euro. Dus die 12.000 euro die kun je als bouwer inzetten om meer dingen te verkopen. Of als koper, je koopt er een keuken of badkamer voor. Mag volgens mij tegenwoordig niet meer, maar voor 12.000 euro kun je leuke dingen doen. En dan betaal je dus een iets hogere hypotheek. Scheelt zo'n 73, 74 euro. Daarmee is je woning 0 op de meter. Veel comfortabeler. En je hebt gewoon geen energierekening meer. Nou, voorbeeld 170 woningen in Rotterdam. Die zijn in februari in de verkoop gegaan. Bewoners allemaal laaiend enthousiast. Dus nou, super. Ook in het koopsegment kan dat gewoon. Nou, en als derde, financieringsmiddels exploitatie als klimaatgarant, zusterorganisatie van ITO Daalderop. Financieren wij de meerkosten, die verhuren wij vervolgens weer aan de bewoner, inclusief onderhoud, inclusief garantie, et cetera. Dus eigenlijk ga je betalen voor gebruiken in plaats van bezit. En dat kan ook bij EPC 0. Je hoeft dan niet per se door te zetten naar 0 op de meter. Dus ook met een klein dakoppervlakte is dat gewoon mogelijk. Kortom, drie varianten waarop eigenlijk elke woning gewoon goed naar 0 op de meter is te brengen. En is te financieren. Nou, Rijswijk buiten doen we bijvoorbeeld echt honderden woningen middels ons klimaatgarant. EPC 0 en 0 op de meter. Nou, die bewoner die wil 0 op de meter. Hè. Echt op elke beurs waarop wij staan en mijn collega's. Is de belangrijkste consumentenvraag is, joh, ik heb hier tekeningen, mijn ontwikkelaar of mijn bouwer die wil EPC 0,4, ik wil naar energie neutraal of 0 op de meter. Frank, hoe doe je dat? Nou, volgens mij doe je dat met name door gewoon heel veel comfort in die woning te stoppen, zodat die bewoner er ook gewoon voor wil betalen. Dus gewoon triple glas, hè? Gewoon minder koude klachten, balansventilatie, geen tocht meer, een douche WTW, want dan kan hij 10 minuten langer douchen.
Zo staan er allerlei maatregelen, gewoon slimme maatregelen die energie besparen, maar ook gewoon die woning gewoon een stuk beter maken. Dus de woningwaarde stijgt daardoor. Nou, dan is dat wel fair om dan een EPV in, of een energieprestatievergoeding, of wat we met klimaatgrant doen, gewoon een vast bedrag in rekening te brengen. Nou, ik kan niet in de toekomst kijken, wel in de historie. En als jij in 1995, even 20 jaar terug, een aanbod had gekregen van je woningcorporatie van joh, je hebt een energierekening van €140 in de maand, zullen we die vervangen voor een energieprestatievergoeding, had je ja moeten zeggen. En dat toont deze grafiek aan. Als je die energierekening gewoon mee had laten stijgen met de energieprijsstijging, dan zou dat nu ongeveer iets boven de €300 kosten. Had je een EPV afgesloten met je woningcorporatie, zou die middels inflatie stijgen. En dan zou je nu iets boven de €200 betalen. Dus dan heb je elke maand gewoon €100 over om leuke dingen te doen. En een veel betere woning. Ja, conclusie. Energie-neutraal bouwen loont. Voor de portemonnee, vind ik al een belangrijke. Voor de portemonnee van de bouwer, ontwikkelaar, maar ook de woningcorporatie. Maar ook voor die bewoner. En ook voor mijn portemonnee, daar worden we ook blij van. Daarnaast tevreden bewoners. Die woningen worden veel comfortabeler uitgevoerd. Die woning is klaar voor de toekomst. Hè. Als je hem over 10 jaar verkoopt, voldoet hij gewoon nog steeds aan de norm die dan gesteld wordt. En het is ook goed voor het milieu. Met andere woorden, win-win. Kortom, meer rendement met nul op de meter voor de hele keten. Eigenlijk iedereen is winnaar bij nul op de meter. Dus meer informatie is te vinden op onze stand. We staan hier precies in het midden van deze hal. Hal 10, stand 040. Zijn er nog vragen? Halve minuut. Meneer vraagt over de wisselstromen en gelijkstroommotoren. Dit was een oud project van ons. Toen gebruikten we nog wisselstroommotoren in onze warmtepomp. Hè. Die pomp die draait heel veel uren, hè, omdat die bron die staat eigenlijk continu te pompen. En die hebben we 2 jaar geleden vervangen door gelijkstroompompen. En die zijn gewoon 80% energiezuiniger. Dus het blauwe staafje, die is gewoon een stuk kleiner geworden. Ja. Nog meer vragen? Nee? Dan dank ik jullie hartelijk en welkom bij ons op de stand.